Ah, Romy, mijn liefste. Oh, wat leuk dat je belt. Je komt morgen alweer? Oh, heerlijk. Ik heb er zin in. Hoe was het dan, je klus? Oh, echt gaaf. Als eerste? Zo, dat is wel een grote eer voor een model. Ik haal je zeker op morgen. Ja, ja, natuurlijk, schatje. Tot morgen. Ik heb er zin in. Morgen? Wat is er dan morgen? Oh, Gabi, morgen komt Romy weer. Ze komt terug van de modellenklus. Oh, ze zal zoveel te vertellen hebben. Maar Raoul, we zouden morgen toch afspreken? We zouden toch plannen maken voor de challenges voor de kandidaten? Gabi, het spijt me, maar ik wil zo graag Romy zien. Ik heb haar zo erg gemist. Raoul, je houdt je helemaal niet aan de afspraken. Sorry Gabi. Niet boos zijn. Ik wil alleen zo graag Romy weer zien. Nou goed. Ik had niet gedacht dat Raoul zich zo onprofessioneel zou gaan gedragen. Eerst de relatie en dan het werk. En Romy als model, ik kan me echt niet voorstellen. Ik had haar die opdracht zeker niet gegeven. En ik denk ook niet dat ze het heel goed heeft gedaan. Ah, dan moet ik ook zelf nog eens die challenges gaan bedenken. Oh, waar is ze dan? Oh, ik kijk er zo naar uit. Ik kon ook helemaal geen bloemen kiezen, dus ik had maar 2 bosjes meegenomen. Ik wilde eigenlijk het liefst alle bloemen van de wereld geven. Waar is ze dan? Oh, daar komen allemaal mensen. Maar waar is Romy? Ik zie haar nog steeds niet. Oh, Romy? Oh, daar is ze, Romy. Romy, eindelijk, daar ben je. Hallo, Raoul. Oh, ik heb je zo gemist, Romy. Ik jou ook, Raoul. Je bent nog mooier dan ik dacht. Je ziet er geweldig uit, Romy. Oh, je bent zo lief. Ik heb bloemen meegebracht voor je. Je kunt kiezen. Wil je geel en wit of blauw? Oh, ik vind ze allemaal prachtig. Bedankt. Oh, dit zijn echt hele mooie bloemen, Raoul. Kom, laten we naar huis gaan, Romy. Ja, oh, daar heb ik zin in. Eindelijk weer terug naar mijn eigen bed. Ja, Raoul, vertel jij maar, want ik heb nu alles al verteld. En hoe is het dan bij Playmobil's Next Stop Model? Oh, het is echt gaaf. We waren eerst in Playmobil Country en in Playmobil City. En toen hebben we verschillende modellen uitgezocht. En dat zijn echt ontzettend leuke meisjes. Natuurlijk niet zo mooi als jij. Nou, misschien leer ik ze ook wel kennen. Of misschien kan ik ze coachen op de catwalk. Ja, natuurlijk, Romy. Kom gewoon een keertje mee naar de volgende aflevering. Gabi zal het vast wel leuk vinden om jou weer te zien. Denk je? Romy, als je wilt, ga maar even liggen en lekker uitrusten. Je bent vast wel best wel moe van de lange reis. Ja, klopt. Ik ben echt een beetje moe. Nou, rust maar een beetje uit en later heb ik nog een verrassing voor je. Een verrassing? Ja, trek je mooiste jurk aan, Romy. Oh, Raoul, het is hier echt supermooi. Echt sprookjesachtig. Ik vond het restaurant heel erg leuk. En dan ook nog eens dat uitzicht over het terras. Heerlijk. Oh, Romy, zo mooi als jij is het. Och. Je hebt zo'n mooie jurk aan en ik heb nog verrassing. Oh, ik ben zo benieuwd. Romy, sinds ik met jou samen ben, ben ik zo gelukkig. Het heeft altijd wat... Het is altijd gewoon wat dat ontbrak in mijn leven. En sinds jij er bent, is alles compleet. Ik ben zo gelukkig. Ik ben de gelukkigste man in de hele wereld. Wil je mijn vrouw worden, Romy? Dat zou ik zo leuk vinden. Dat zou me gelukkig maken. Raoul, ik weet niet wat ik moet zeggen. Oh my god, ja! Yeah! Nou, laten we dan maar gelijk beginnen met de voorbereidingen voor de bruiloft. Je bent de liefde van mijn leven, Romy. Oh, ik hou ook van jou, Raoul. Oh, ik ben zo gelukkig.